Ooh. Mm-hmm. Hou je heel veel van cijfers of van informatie uit verschillende landen, van geschiedenis, dan is dit boek echt iets voor jou. Het heet Reis om de wereld in infographics. En het mooie van dit boek is dat alle informatie over allerlei kinderen in de wereld hierin beschreven staat. Dit gaat dus over boeken. Hier in deze grafiek zie je de meest gedrukte en verkochte boeken in de laatste 50 jaar. Dan kun je zien dat de Bijbel op nummer 1 staat. Maar Harry Potter staat op nummer 3 bijvoorbeeld. Dat kun je hier zien. Deze grafiek gaat over verplichte literatuur op school. Dus elk land heeft wel een boek waarvan eigenlijk gevonden wordt dat je het wel gelezen moet hebben. En daar staat bij Nederland staat bijvoorbeeld Het Achterhuis van Anne Frank. Maar als je bijvoorbeeld kijkt bij Spanje, staat Don Quixote van La Mancha. Als ik een bladzijde terugblader, zie je bijvoorbeeld internet en sociale media. En dan zie je ook allerlei mooie grafieken over dingen die interessant zijn om te weten. Hier bijvoorbeeld door ouders ingestelde dagelijkse tijdlimiet. Dus hoe lang je van je ouders op je social media mag. Nou, dat gaat van geen internet tot meer dan 4 uur per dag wel. Op deze bladzijde kun je zien hoeveel huiswerk kinderen vanaf 15 jaar per week opkrijgen. Hier kun je zien dat het 8,7 uur kan zijn. En dat is dan in Italië. Nederland is 6,1 uur. Maar woon je bijvoorbeeld in Finland, dan heb je maar 2,8 uur per week. Oneerlijk, hè? Hier kun je bijvoorbeeld zien de lunch die je op school kan krijgen. En dan zie je ook dat er de meest lekkere dingen bij staan. Zitten wij dan met onze boterham met kaas? Het is een ontzettend leuk boek waar je heel veel informatie uit kunt halen. En je kunt hem vinden bij de informatieboeken, de J, bij de Wereldbol. Veel plezier!